Dames en heren, het jaar 2011 is voorbij en 2012 is begonnen. En als ik deze woorden uitspreek, dan gaan in eerste instantie mijn gedachten uit naar de familie Haring, waar vanmiddag de broers Hendrikus en Hendrik Johan zijn begraven na een noodlottig ongeval op een boerderij op 2 januari jongstleden. Het is volgens mij ons eigenlijk allemaal zo gegaan, zoals in de advertentietekst stond, en ik citeer: met begrijpen zal het niet gaan, neem het maar stilletjes onbegrepen aan. We wensen de familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies. En dit is natuurlijk een hele bijzondere overgang. Maar vanavond ben u hier voor de nieuwjaarsbijeenkomst. En ik wil u ook graag namens de raad en het college van harte welkom heten. En ik wens u in dit nieuwe jaar, zoals ik heel veel al gedaan heb, natuurlijk veel gezondheid, maar ook veel samenwerking. Samen op weg naar een toekomstbestendig Bronkhorst. In het tweede deel van deze bijeenkomst zal collega Paul Seesink zorgen voor de uitreiking van de vrijwilligersprijs en de totaal 18 kampioenen. Ja, ja, 18 kampioenen. We zullen ze straks allemaal kunnen toejuichen. Dames en heren, 2011 was het jaar van de bewustwording. We beseften allemaal definitief dat de komende tijd demografische ontwikkelingen ook voor ons, maar ook voor onze regio, grote gevolgen zullen hebben. Op 2 uur rijden hier vandaan hebben we de voorbeelden voor handen en we kunnen zien wat er gebeurt als we daar niets aan doen. En in 2011 werd het ons ook duidelijk dat het Rijk bij ons forse bezuinigingen zal opleggen. En het was ook het jaar waarin we op hoofdlijnen inzicht kregen in wat nou eigenlijk de consequenties zullen zijn van die overheveling van die taken. Decentralisatie heet dat dan mooi. En taken die het Rijk en de provincie overdragen naar de gemeente. Is nu het perspectief somber, zullen ze zich afvragen? En dan zeg ik, nee, dat hoeft niet. Als we in staat zijn om echt te willen samenwerken en bereid zijn om samen te delen en de gevolgen van die demografische ontwikkeling samen ook oppakken. En we zijn met elkaar onder indruk geraakt van de betrokkenheid en de inzet van onze inwoners, dorpsbelangenorganisaties en maatschappelijke organisaties bij de aanpak van die komende demografische ontwikkelingen en het behoud van de vitaliteit in onze gemeente. Nog even kort de situatie zoals die de komende 20, 25 jaar op ons af zal komen. We zullen krimpen van ongeveer 38.000 naar 31.000, 32.000 inwoners. Er komen 25% minder kindertjes, dat zijn er ongeveer 1200 minder. En rond 2020 zal 1/3 van ons 65 plus zijn. En net zei al iemand tegen mij uit Vorden, burgemeester, ik kom hier namens 3000 ouderen. Ik zeg, dat zullen er binnenkort 11.000 worden. We willen met wat minder middelen voldoen aan een aantal uitgangspunten zoals de raad die ook heeft geformuleerd. En te weten, ik leg ze u nog maar een keer voor, we willen zorgen dat ook in 2020 en daarna dat wonen, werken en recreëren nog minimaal net zo leuk is als nu. En als het kan, nog beter. We willen zorgen dat alle mensen, dat we die de zorg kunnen leveren die dan nodig is. Want als je zeg maar zo vergrijst, dan vereist dat nogal wat. En we willen ook zorgen dat niemand in onze gemeente aan de kant hoeft te staan. En het is ook prachtig om te zien hoe inmiddels initiatieven zijn ontstaan om te komen tot het leefbehouden van onze gemeente. Ik noem nu initiatieven rond de scholen in Steenderen, het cultuurhuis in Drempt, het dorpshuis Keppel en het uitbesteden van groen aan een deel van onze inwoners, om zomaar een paar voorbeelden te noemen. En de positie daarin van de dorpsbelangenorganisaties blijft van groot belang en wordt denk ik steeds belangrijker. We zijn dan ook bijzonder blij met de positieve contacten die we hebben met de dorpsbelangenorganisaties. En deze worden ook onderstreept door de bezoeken die wij regelmatig aan de dorpsbelangenorganisatie brengen als college.
Er is in 2011 heel veel gesproken met alle partijen over de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Dat was ook de bedoeling van dit proces. Niet wij bepalen wat goed is voor u en waar de toekomstbestendigheid ligt. Nee, dat is een proces waarin we graag samen met u allen optrekken. We hebben na onze gesprekken met de inwoners begin 2011 in september een terugkoppeling gegeven van wat er allemaal zo gezegd was en wat er allemaal besproken is. En de Raad heeft in oktober definitieve kaders bepaald hoe die toekomstbestendigheid eruit zou moeten zien en ook de leefbaarheid. Het is duidelijk. We moeten inleveren en dat er een aantal zaken niet weer lokaal kunnen oplossen is ons ook wel duidelijk. Een aantal zaken zullen we bovenlokaal moeten oplossen. Dat doen we samen met de regio. En als het goed is, heeft u wel eens gehoord, regio Achterhoek 2020. Maar we hebben ook de provincie nodig. En we hebben zelfs de Rijk en Europa nodig om te zorgen dat wij die leefbaarheid, zoals we die zien met elkaar, dat we die ook realiseren. En als u het nou heeft over welke bovenlokale zaken heb je het dan? Dan hebben we het natuurlijk al, en daar heeft u veel over gelezen, dan hebben we het over de woningbouw. We hebben het over glasvezelnetwerk, we hebben het over mobiliteit op het platteland, ontwikkelen van centrumplannen, versterken van de leefbaarheidsgebieden, maar ook duurzame werkgelegenheid en zorg zijn natuurlijk voorbeelden waar we bovenlokaal absoluut hulp bij nodig hebben. 2011 was ook het jaar voor een definitief besluit over de rondweg in Hummelo. Ik hoop van harte dat dit besluit de verkeersoverlast in Hummelo zal oplossen en dat de eenheid in Hummelo weer zal terugkeren. 2011 veranderde ook de samenstelling van het college. Wethouder Baas werd burgemeester van Ermelo. En Anne Spekschoor uit Vorden die volgde hem op als de nieuwe wethouder. En we kregen ook een nieuwe secretaris-directeur, Arne van Hout. En u heeft kennis kunnen maken met hun bij binnenkomst. Onderdeel van de toekomstbestendig Bronckhorst is natuurlijk ook een vitaal platteland. Daarin is nieuwe, duurzame werkgelegenheid en maatschappelijk ondernemerschap van groot belang. Samen met de Bronckhorster ondernemers zetten we in op een intensieve samenwerking om een gezamenlijke sturing en invulling te kunnen geven aan een goed ondernemersklimaat in onze gemeente. En enkele van u waren vanmiddag ook bij de receptie van de Kamer van Koophandel. En ik moet zeggen dat ik ook alweer trots ben dat daar Bronckhorst werd genoemd als een voorbeeld hoe het gaat om omgang met ondernemers. En een compliment denk ik ook aan de wethouder die die contacten heeft met het ondernemersnemend Bronckhorst. Een aantal dingen zijn daarbij ook belangrijk. We hebben gezamenlijke projecten opgestart als het gaat over keurmerk veilig ondernemen. En zo zijn er nog een aantal projecten die we proberen samen met die ondernemers uit te voeren. Ook is er één keer in de twee maanden een starterslunch waar we startende ondernemers voor uitnodigen om kennis met elkaar te maken en ervaringen en ook problemen met elkaar te delen. En dit heeft er al concreet toe geleid dat we in Zelhem een small business centrum hebben waar de ondernemers, startende ondernemers een werkplek hebben en waar ze mensen kunnen ontvangen. En dames en heren, dan tot slot voor 2011. Eind vorig jaar is ook na goede gesprekken met de vertrouwenscommissie en een unaniem besluit van de Raad mijn ambtstermijn als burgemeester met 6 jaar verlengd. Ik wil daar ook nog publiekelijk eens mijn dank voor uitspreken en ben enthousiast begonnen aan een nieuwe periode. En dan 2012. Allereerst ben u natuurlijk net zo geïnteresseerd als ik over hoe verliep nou die jaarwisseling dit jaar. En ik kan u melden dat er geen incidenten hebben plaatsgevonden in Bronckhorst. En eigenlijk kunnen we denk ik best trots zijn dat er niet echt in de Achterhoek incidenten voorgevallen zijn waarbij hulpverleners of op andere wijze zeg maar agressief benaderd wordt. Maar we zijn natuurlijk blij met dit gebeuren. Alleen blijven we toch weer zitten dit jaar met een schadepost van 12.000 euro. Hoewel we de goede kant op gaan, immers. Vorig jaar was het nog 17.000 euro. Vind ik het toch onacceptabel dat we op deze wijze zomaar 12.000 euro aan de kant gooien wat we goed zouden kunnen gebruiken voor andere zaken. Waarom is het zo nodig dat verkeersborden, prullenbakken massaal vernieuwd worden?
Er wordt me vaak gevraagd, burgemeester, waar zitten nou die kosten precies? En om daar op in te spelen, heb ik vanavond voor u op de tafel neergelegd in welke straat, in welk gebied, welke schade is aangericht. En ik hoop van harte dat u mij wil adviseren over hoe we dat volgend jaar met elkaar gaan aanpakken. 2012 zal ook het jaar worden waarin we tot definitieve maatregelen komen als het gaat over de plannen behorende bij dat toekomstbestendig bronkost. Er zullen pijnlijke besluiten genomen moeten worden om de drie uitgangspunten die ik u eerder heb geformuleerd voor een toekomstbestendig bronkost, om die te kunnen realiseren. Dit zal ook gaan betekenen dat we meer gaan vragen aan onze inwoners. En ik heb u gezegd, de eerste voorbeelden, Steenderen, Drempt, zijn er al. En ik moet zeggen, we zijn daar positief over gestemd. Maar ook verenigingen zullen meer inzet moeten vragen aan hun leden. En ook maatschappelijke organisaties zullen meer moeten samenwerken en zich meer vraaggericht op gaan stellen in plaats van aanbodgericht. Maar naast de lokale activiteiten zullen we ook als regio Achterhoek met het project Achterhoek 2020 sterk gaan lobbyen om extra financiële middelen van Rijk Provincie in Europa te krijgen om nogmaals die doelstellingen met elkaar te realiseren. En laat ik ook een misverstand wegnemen. Er wordt nog steeds ook in 2012 gebouwd in Bronkhorst. Op het HAVO-terrein in Hummelo. Uiteindelijk staan er 385 woningen op stapel die uiteindelijk gerealiseerd gaan worden. En ook blijven we werken aan onze centrumplannen van Hengelo en Vorden, met als doel, zoals ik zei, die leefbaarheid uiteindelijk te verbeteren. Maar ik hoop ook van harte dat we samen met particuliere woningbezitters en woningcoöperaties een forse start kunnen gaan maken met de verduurzaming van de woningen in onze gemeente. 2012, dames en heren, wordt ook het jaar waarin de grote decentralisatieopgaven zoals jeugdzorg, de nieuwe wet werken naar vermogen, die richting de gemeente komen vanuit het Rijk, definitief ingevoerd zullen gaan worden en die dus heel veel inzet en activiteiten van ons zullen vragen. Vooral mensen met een uitkering en de sociale werkvoorziening krijgen te maken met enorme grote veranderingen. En we zullen ze als gemeente daarin begeleiden. Uitgespunt daarbij is maatwerk, met als doel dat een ieder kan participeren en de zorg en ondersteuning krijgt die daarvoor nodig is. Ook op veiligheidsgebied zal de nodige veranderen. De brandweer Achterhoek West, de samenwerking tussen de gemeente Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Bronkhorst, is inmiddels goed op stoom. Kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen worden zichtbaar door deze samenwerking. Veel aandacht blijft geboden voor onze vrijwilligers. Immers, zij vormen nog steeds het hart van onze brandweer, maar ook het kloppend hart van onze samenleving. Als uitvoering van de nieuwe politiewet komt er ook een nieuw politieteam Achterhoek West. We hebben nu, oorspronkelijk hadden we team Bronkhorst, nu hebben we team Bronkhorst-Berkeland. En in de loop van een jaar bij het aannemen van de politiewet, in januari hoogstwaarschijnlijk, zullen we een politieteam krijgen wat bestaat ook hetzelfde Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Bronkhorst. We hebben samen ervaringen al opgedaan op het gebied van brandweersamenwerken, zoals ik u zei. En ik heb er alle vertrouwen in dat ook de politie-samenwerking goed gaat verlopen. De eerste aanspreekpunten blijven onze wijkagenten. De noodauto blijft binnen handbereik. En ook de uitvoering van lokale projecten op het gebied van veiligheid zijn gegarandeerd. Nieuw is voor u allen dat u de gevonden en verloren voorwerpen vanaf nu bij de gemeente moet afgeven en niet meer bij de politie. We blijven hard werken aan een optimale dienstverlening. Daarbij denken we aan de uitbreiding van onze digitale dienstverlening, maar ook versterking van het gebiedsgericht samenwerken en dienstverlening. En naast de bestaande spreekuren gaan we in januari ook starten met een Twitter-spreekuur. Ja, ook uw college gaat mee met de tijd. En dat zal zijn dinsdag tussen de middag. Een extra mogelijkheid om naast de traditionele gelegenheden die er zijn om collegeleden te spreken, heeft u nu de gelegenheid om online te discussiëren met leden van het college van BMW. En als uitvloeisel van onze wens om inwoners nog nadrukkelijker bij de gemeentelijke besluitvorming te betrekken, heeft de Raad besloten om het systeem van vergaderen met ingang van 1 januari te veranderen.
Commissievergaderingen worden vanaf dan rondetafelgesprekken waar u als inwoners bij kan aanschuiven en kan meepraten over zaken die u bezighouden. Noaberschap, of ook wel modern noaberschap, wordt steeds belangrijker de komende tijd. Als gemeente zullen we dan ook blijven investeren in activiteiten en initiatieven die bijdragen aan onze doelstellingen om Bronckhorst ook in de toekomst een gemeente te laten zijn waar het prettig wonen en werken is voor alle inwoners. Was 2011 het jaar van de vrijwilliger, 2012 wordt het Europese jaar van de actief ouder wordende en de solidariteit tussen de generaties. In Bronckhorst zijn we in 2011 al begonnen met het actief vrijwilligerschap en zullen we er in 2012 nog uitgebreid bij stilstaan. We kunnen dat niet alleen. Daar is uw medewerking hard bij nodig. Samen maken we Bronckhorst toekomstbestendig. En ik hoop van harte dat u de uitgestoken hand oppakt en samen met ons deze toekomst wilt invullen. Nogmaals, een gezond 2012 aan u allen toegewenst. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Radio Ideaal ontstond ruim 20 jaar geleden uit de creativiteit en het doorzettingsvermogen van een groepje lokale radiomakers. Na een jaar voorbereidingen en veel papierwerk werd op 15 december 1991 begonnen met uitzenden vanuit een klein pand aan de rand van de gemeente Zelhem. Alle 80 medewerkers bij Ideaal verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en met volle overgave. Het grote succes dankt Radio Ideaal vooral aan de sterke betrokkenheid van de radiomakers die midden in de samenleving staan. Toen wij in 1991 begonnen met radiomaken, wilden we programma's brengen die er nog niet waren. En dat zijn in ieder geval doelgroepprogramma's, programma's die dicht bij de mensen staan. We hebben programma's voor een heel breed publiek, Hitkracht, Kerk en Radio, Sport, Achterhoek Totaal, Dialect, Klassiek, Country, Ideaal Goud, verzoekplatenprogramma's en Helemaal Hollands. Radio Ideaal met Joke, goedemorgen. Met 5 mensen binnen Ideaal verzorgen wij hier dagelijks de redactieberichten. Wij verwerken onder andere politieberichten, nieuwsberichten, agendaberichten, maar ook het show- en bizarnieuws. Deze berichten zijn te lezen op de tv, op internet en te beluisteren via de radio. De berichten die wij verwerken komen binnen via info@ideaal.org. Een hele goedemorgen, fijn dat je luistert. Je hoorde Boniem hier op de radio bij Radio Ideaal. Natuurlijk het gewoon de gezelligste, het lokale station van de Achterhoek. Gelderlands mooiste, zoals je ons altijd vaak hoort zeggen. Wij gaan verder met Stef Bos en hier is de radio hier op Ideaal. Natuurlijk gewoon de gezelligste. Naast radioprogramma's verzorgt Radio Ideaal in de gemeente Bronckhorst ook tv-programma's. Kabelkrant met nieuwsinformatie afgewisseld met foto's. Items zoals de wegrace in Hengelo, de slag om de Achterhoek, de slag om Grolle en al dat soort nieuwsitems komen voorbij op Ideaal TV. Radio Ideaal staat midden in de samenleving, ook met alle social media. Social media is snel, internet is snel, YouTube en Facebook en natuurlijk Twitter. Dat zijn onderdelen waar Radio Ideaal ook mee werkt en het nieuws vandaan haalt of natuurlijk naartoe brengt. Onze website van Radio Ideaal, www.ideaal.org, wordt dagelijks bezocht door meer dan 12.000 unieke bezoekers. Gemiddeld en bij topdagen tot 20.000 per dag. Radio Ideaal, midden in de samenleving, ook met alle moderne media. En dat werpt zijn vruchten af. Vorig jaar is Radio Ideaal genomineerd voor lokale omroep van het jaar. En nu zijn alle vrijwilligers van Radio Ideaal genomineerd voor vrijwilligers van het jaar 2011 van de gemeente Bronckhorst. Dat maakt Radio Ideaal bijzonder en daarmee is zij genomineerd voor vrijwilliger van het jaar.
Nini Hendriksen is ruim 25 jaar actief als vrijwilliger. Zij verricht vrijwilligerswerk bij de Zonnebloemafdeling Zelhem. Daarvoor was zij actief bij Stichting Welzijn Ouderen, ook in Zelhem. Hier is een vakantieweek van de Zonnebloem, van de regio en ook van Zelhem. En dan gaan we met de mensen een hele week weg. Hier was weer een poffertjes bakken. En de mensen een gezellige middag met poffertjes bakken en vaak een zanger of een zangeres. Hier gingen we wandelen met de mensen. Als het kolder is, dan ben je er allemaal pleats. Kijk, hier de pleats. Ook al is het totregend. Dan liep we dus gewoon door. Eén mevrouw vond het zelfs fantastisch. Hier op de Zonnekamp zegt ze dan, het eerste pad regen, dan gingen we weer naar binnen. Ze had nog nooit in de stromende regen gelopen. Echt helemaal een regenpak aan, met alleen dit. En ze vond het fantastisch. Zegt ze, oh, ik heb zo genoten. Het was echt weer echt regen te vullen. Dat is geweldig. Nou, en daar doe je het voor dat die mensen het geweldig vindt. En dan zie je die lachende gezichten, stralende, glanzende ogen. Fantastisch was dat, om dat te zien, dat mensen dat metmaakt. Echt een wekje helemaal weg, kunt ze aan pad nooit. En de Zonnebloem is compleet verzorging bij. Dus ze kunt gewoon lekker genieten, niks doen. Alleen maar eten en drinken en gezellig met elkaar kletsen. En de laatste dag van de vakantieweek kreeg ik wat lekkers, een diner. Lini helpt als vrijwilliger in het restaurant Zonnekamp van Marken Heen. Mensen die niet lang het buffet kunnen lopen, die vraag je wat ze eten wilt en dan haal je dat. En dan geef je het aan tafel en die helpen het snijden. Je hoeft er net nog niet voor te komen. Maar voor de rest is dat gewoon gezellig, gewoon hartstikke leuk. Mensen die dat niet kunt. En de eten is altijd goed en mensen waarderen het heel erg aan je dood. En dan heb je een beetje gezelligheid met elkaar, dat ze kunt eten. Mensen van buiten, heel veel ook. En ook van de Zonnekamp zelf. Ik heb de lepel aan meegenomen, zie dat? Twee lepels. Aandacht voor de medemens staat bij haar voorop. Ze staat dan ook vol liefde klaar voor alle bewoners. Ja, het mensen die ze nog tijd over hebben, al is maar één keer in de maand of één keer in de 14 dagen. Een middag of een zaterdagmiddag of een zondagmiddag of gewoon in de weekendmiddag. Even een keer helpen, dat is zo'n leuk werk en zo'n dankbaar werk is dat. Dan hoef je niet oud te verdwijnen, dan kun je ook 16, 17 of 20 verdwijnen of 30. Maar het is gewoon heel leuk werk om dat te doen. Lini is een hardwerkende en betrokken topper. Tijd dus om haar eens in het zonnetje te zetten en daarom is Lini de tweede genomineerde vrijwilliger van het jaar. Mede door de inzet van vrijwilligers is het Vordense zwembad in de Denning jaarlijks klaar voor het zwemseizoen. Ja, dat het erg belangrijk is dat deze voorziening hier in Vorden sowieso blijft bestaan. En, en als er dan een beroep op je wordt gedaan van wil je daar een bijdrage aan leveren, dan twijfel je daar niet over en dan doe je dat gewoon. Ze helpen een handje bij veel sport- en zwemactiviteiten in het zwemseizoen. Zonder vrijwilligers kun je eigenlijk in de hele maatschappij eigenlijk niet zonder. En als ondersteuning van het personeel, ik help ook met de zwemvierdaagse mee, met Expeditie Bronkhorst of In de Dennen heet dat. Expeditie In de Dennen is een survivaltocht voor jongens en meisjes hier in het zwembad. Overal zijn allerlei parcours uitgezet voor kinderen, zowel in het zwembad als buiten het zwembad. Zwemvierdaagse voor de kinderen tot en met 12 jaar is de 10 baantjes zwemmen, voor de ouderen 20 banen zwemmen. Dus en als je die kinderen dan ziet glunderen, dan is het echt super. Ja, het is zeer leuk om als vrijwilliger in de Dennen te werken. Ze zijn de spil bij het onderhoud van het zwembad en daarnaast zijn ze actief in het bestuur. Als bestuur zijn we natuurlijk ook werkgever en dat maakt toch wel een extra dimensie aan het hele vrijwilligerschap eigenlijk. Want je hebt daarmee dus ook te maken met mensen die, met name de bedrijfsleider hebben we het dan over, die bij ons in loondienst is. Dus
Die moet je ook als werkgever aansturen en nou ja, ook de jaarlijkse beoordelings- en functiegesprekken mee voeren. En hem toch ook binnen de kaders die wij als bestuur gesteld hebben, dat hij goed die taken uitvoert. Zo zijn we in 2010 heel druk geweest met de verkiezing van het zwembad van het jaar. En al die moeite die we daar in gestopt hebben, dat heeft toch uiteindelijk geleid tot een ontzettende steunbetuiging van met name Vorderse mensen die het toch belangrijk vinden dat het zwembad in de Dennen blijft bestaan. En de jury van de verkiezing van het zwembad van het jaar heeft toen besloten om het zwembad in de Dennen te verkiezen tot het zwembad van het jaar. Dus daar zijn we op zich als bestuur en alle vrijwilligers die ons daarmee geholpen hebben heel trots op eigenlijk dat we dat bereikt hebben. Ze zorgen ervoor dat het zwembad een eigen identiteit en sfeer heeft en op een unieke wijze wordt beheerd. De vrijwilligers die helpen bij de puntjes op de i. De bezoekers die hier binnenkomen die vinden het altijd erg belangrijk dat er een goede sfeer is, dat het verzorgd uitziet. En de vrijwilligers die rondom het bad helpen, die helpen altijd met de extra dingen die je als betaalde kracht, die je als personeel dan net even niet redt. Dat de bloemetjes er mooi uitzien, dat de tafels recht staan, dat er nog een paaltje neergezet wordt waar het hek bijna omvalt. En ja, vooral die kleine dingetjes die maken dan toch de sfeer op het zwembad weer net een beetje beter, omdat alles helemaal verzorgd is en iedereen denkt, oh, het is een goede atmosfeer om te ontspannen en te relaxen. Want dat is eigenlijk waar het om draait in een recreatiebad, dat de ontspanning optimaal is. De inzet van de vrijwilligers is groot en dat wordt gewaardeerd. En ik denk dat vrijwilligers belangrijk zijn en in de toekomst nog steeds belangrijker worden. Dus wij kunnen zeker niet zonder en we zijn ook echt heel blij met ze. Daarmee is Zwembad in de Dennen de derde genomineerde. Ja, dames en heren, ik ben heel erg trots dat ik hier als verantwoordelijk wethouder deze genomineerden bij me heb staan. Het zijn voorbeelden voor hoe in de gemeente Bronckhorst de vrijwilligers zich inzetten om de gemeenschap gewoon draaiende te houden. De burgemeester heeft daar ook al wat van gezegd. En deze nominatie, vrijwilliger van het jaar, die moet eigenlijk een eer zijn voor alle vrijwilligers die we hier in Bronckhorst hebben. En er is geen beste vrijwilliger. Het zijn allemaal hele goede vrijwilligers. Die doen ieder op zijn eigen manier, een eigen inzet. En we kijken dan naar de nominaties en we moeten dan een keuze maken. In dit geval hebben we een keuze gemaakt. En de vrijwilliger van het jaar, dat is Radio Ideaal. Van harte goed, ja. Van harte goed, ja. Van harte goed, ja. Ik ben Rieneke Tering. Ik train 30 uur per week voor wedstrijdzwemmen. Pas wel even wennen, zwemmen zonder al die high-tech pakken. Niet voor Rieneke Tering bij die 42e Open Nederlands Kampioenschap. Op de 400 meter ging ze er razendsnel vandoor. Sinds 2008 ben ik Nederlands kampioen op de 400 meter vrije slag. En dat heb ik tot afgelopen jaar ook weten vol te houden. Ze wordt wel een hele terechte kampioene. Ze blijft krachtig zwemmen. En het wordt een kampioenschapsrecord. Aankomende zomer wil ik deelnemen aan de Olympische Spelen in Londen. Betrokken, cadette jongens. Cadette jongens is Casper de Gier aan de leiding. Casper de Gier aan de leiding. En die gaat als een komeet hoor, die gaat als een komeet. Ik ben Casper de Gier en ik doe aan skileren. Ik vind het een enorm spectaculaire sport en ik train op dit moment 3 keer in de week met in het weekend aan een wedstrijd. Ik ben Nederlands kampioen op de baan, op de 500 meter en op de weg op de 200, 1000 en een marathon. Ik ben Joyce Seesing, ik doe aan fietscross en fietscross is een hele leuke sport, want het zit vol actie, adrenaline en er gebeurt altijd wat. Plaat nummer 44, Joyce Seesing. Daarnaast Engels gaat zij de titel pakken na 2 jaar blessure. En dat wil ik er nog wel even bij zeggen. Als zij de titel pakt, heeft ze 2 jaar lang in haar eentje keihard gewerkt om hier in de finale van het Nederlands kampioenschap in Baan gewoon weer mee te fietsen om de titel. De winst gaat niet naar Daarnaast Engels, hoe leuk dat misschien zou te vinden.
pakken. Maar dan blijft 44. De Joyce Leasing. Mijn sport is handboogschieten. Onderdeel daarvan is run archery, een van de vele wedstrijdsoorten. Daarin ben ik dit jaar Nederlands kampioen geworden. Run archery is hardlopen en schieten. Je moet na elk rondje hardlopen 3 pijlen schieten. Elk botje dat je mist is een strafrondje lopen voordat je weer in de grote ronde begint. Brons 2009, zilver 2010 en goud in 2011. Ik ben Erwin Plekkenpol uit Hengelo Gelderland, Nederlandse kampioen enduro in de klasse E2. Enduro is een zeer boeiende sport op snelheid te vergelijken met een rally met de verschillende klassementsproeven. Dus afgelopen jaar ben ik Nederlandse kampioen enduro geworden en volgend jaar gaan we weer voor de E3 titel. Naast mijn eigen Nederlandse titel zijn we ook Nederlandse kampioen geworden met de VMC de Graafschaprijders uit Vorden. Samen wisten wij als team zijn de Nederlandse titel in de enduro binnen te halen. Het VMC-team bestaat uit Erwin Plekkenpol, Mark Wassink, Amal Advocaat, Robin Nijkamp en Bas Klein-Haneveld. Ik ben Mariette ten Bokko-Ammerlaan. Mijn sport is hardlopen. En ik vind het lopen hartstikke leuk, want het is eigenlijk een vorm van lichamelijke inspanning, maar geestelijk is het ontspanning. En ja, geeft heel veel voldoening. Ik ben Kai Arends, ik ben 17 jaar, ik woon in Hengelo en ik speel ongeveer 4 jaar biljarten. Ik speel ook in het CE-team van de KEU. Ik ben tweede geworden op het NK Libre en derde geworden op het NK Driebanden. Bij Libre mag je gewoon in één keer een punt maken, dus je hoeft geen band of zo te raken. Ja, je moet de ballen aan de band krijgen, zodat je zoveel mogelijk punten kunt maken. En zo kun je bijvoorbeeld wel 200 punten maken. Ik ben Luc Arends, ik biljart bij BV de KEU. Ik ben tweede geworden op het NK Driebanden. Drie banden is de moeilijkste spelsoort. Je eigen bal moet eerst 3 banden hebben geraakt voordat hij de laatste bal raakt. Ik ben Jan Stapelbroek en heb meegedaan afgelopen jaar met de persoonlijke kampioenschappen bandstoten. En daar ben ik Nederlands kampioen mee geworden. Nou, heel belangrijk bij de biljartsport is dat je concentratie goed is. Dat je rust hebt. Dat je ontspannen bent. Zodat je op het moment dat je aan de beurt bent, dat je ook vol ervoor kunt gaan. En dat je niet afgeleid wordt door wat van omstandigheden om je heen dan ook. Een moment van onzekerheid kan betekenen dat je gewoon volkomen mis zit met je berekening van de hoek en hoe een bal moet gaan lopen. Ik ben Sjaak Kempers. Ik rij al sinds mijn 10e jaar paard. Inmiddels ben ik 66, dus al geruim 56 jaar. En ik kik ervan dat ik de Neel op jeugd nog elke wedstrijd achter me kan laten. Ik kan het paard, heb ik al geregeld kunnen verkopen. Maar ik zeg dan, verkoop ik ook mijn hobby. En die hobby die wil ik graag uitoefenen.
Schietvereniging Willem Tell bestaat ruim 75 jaar en heeft bijna 100 leden. U bent hier op de Klein Kaliberbanen. Achter mij is het damesteam aan het trainen die het afgelopen jaar Nederlands kampioen is geworden op het onderdeel 50 meter liggend. Ik ben Sabine Wolsink en ik judo en dat vind ik heel erg leuk. Ja, ik zit 5 jaar op judo en ik train ongeveer 4 keer per week. De wedstrijden zijn heel erg leuk en de technieken. Ik ben 3e geworden op het Nederlands kampioenschap onder de 15 jaar. Ik ben Hans Lijkhuis. Mijn sport is triathlon, met name de klassieke lange afstand. 3,8 kilometer zwemmen. 180 fietsen, 42,2 lopen. 25 jaar geleden heb ik hem voor het eerst gedaan. Dit jaar heb ik hem samen met mijn beide zoons gedaan omdat ik 60 jaar werd. En tot mijn verbazing werd ik Nederlands kampioen in mijn leeftijdsklasse van de 60-plussers. Ik ben Boten Hesselink, ik doe al 20 jaar een fietscross en het doel dit jaar was om wereldkampioen fietscross te worden. Tijdens het NK in Baren heb ik een eerste plek en een tweede plek weten te behalen. Die eerste plek zal nog goed bijblijven vanwege de grote voorsprong die ik op de concurrentie heb behaald. Na het NK zijn we doorgereisd naar Haaksbergen voor het Europees kampioenschap, waar de concurrentie weer een stukje beter was en daar ben ik Europees kampioen geworden. Het hoogtepunt van het seizoen is het WK in Kopenhagen en hier heb ik 2 wereldtitels gehaald. Yes! Het grootste nadeel van mij bij fietsen is mijn lengte. Met 2 meter 5 ben ik eigenlijk veel te lang voor de sport, met veel te lange benen. Maar ik heb erop getraind dat ik met mijn benen snelheid kan maken waar andere mensen dat niet kunnen. En dat heeft mij de titels bezorgd die ik heb behaald. Doe je het voor.